rondje gelopen met onze BOA's, met een aantal van onze BOA's. En is met mensen in gesprek gegaan over hoe zij de maatregelen ervaren. En ik vond het echt heel leuk om te horen hoe mensen eigenlijk al zichzelf gemaakt hebben. Bij zichzelf gemaakt hebben wat nou precies die 1,5 meter betekent. En daar goed mee om kunnen gaan. Vandaag hebben we een ochtenddienst. Controleer je altijd even je mail, we hebben een groepsapp. Heb je daar meldingen van, dan ga je daar naartoe. Je controleert altijd even in het centrum. Het is heel divers. We hebben tot nu toe ook nog niks bekeurd. Merk je dat mensen ook langzamerhand er genoeg van krijgen? Tegen het mooie weer? Of vallen het nog mee? Hoe gaan ze eraan wennen? Je ziet wel dat er meer mensen dan in het begin op straat zijn. Maar het buiten zijn, ik heb wel het gevoel dat het iets drukker wordt buiten. Als je zo lang je kinderen en kleinkinderen niet kunt zien, dat vind ik echt de scheidende situatie over het algemeen. Ja, hoor. Ja, het wordt een beetje het nieuwe normaal, hè? Toch wel? Ja. Wij ontmoeten onze kleinkinderen ook wel. Maar dan gaan we op de richting bij de vecht gaan we zitten. Dan gaan we een beetje uit. Aan twee kanten van de vecht, dat dan net niet. Ja. Ik mis mijn kleinkinderen. Ja, dat snap ik. Die wonen niet in de buurt, dus dat is één kant gelukkig. Mm-hmm. Want als ze achter glas of als je op afstand, dan kan ik er niet tegen. Welke school zit jij? Ik zit op professor Waterhoekschool. Ja? Welke klas? Groep 6. Groep 6. Ja. Krijg je wel begeleiding vanuit school? Je woont wel via de iPad en dergelijke, dat wel? Ja, dat wel. En in je vrije tijd, want als je dan niet voor school dingen doet? Voetballen wel eens. Ja? Op een tablet zitten. Ja. Jullie hebben gewoon als regels de mandjes, toch? De mandjes, ja, precies. Mensen kunnen de mandjes pakken, die maken we dan ook weer schoon bij de balie. We hebben bij alle kassa's desinfectiegel. We hebben de mandjes natuurlijk, we hebben het over aangegeven wat bij ons de regels zijn. Merken jullie het in de omzet of valt het nogal mee? Het is een hele omgekeerde omzet. Ja? We missen natuurlijk de omzet van de schoonheidssalon, van het oorbelletjes prikken, van de make-up, de visagie. Aan de andere kant de crèmespoelingen en dat soort zaken. Kapperschalen, desinfectiegel, thermometers, dat soort dingen. Dus ik ben heel dankbaar dat we inderdaad nog open zijn. Na een paar weken merk je dat iedereen snapt wat de ernst van de situatie is. Iedereen snapt wat die maatregelen inhouden. En de meeste mensen ook wel daarnaar handelen. Hoewel het met dit weer, je hebt gezien, het is schitterend weer en Hardenberg is op zijn mooist, wel moeilijk is.